Zo, fijn dat je er ook weer bent. En ja, we gaan nu eigenlijk een beetje rustige yoga doen. En dan niet echt bewegen met het lichaam, maar we gaan het proberen voor te stellen. Dus ik ga zo meteen een verhaal vertellen. En dan mogen jullie gewoon luisteren. Mm-hmm. En dan met je ogen dicht luisteren, zodat je het voor kan stellen in jezelf. Precies, als ik bijvoorbeeld tegen je zeg, een citroen, wat denk je dan? Een citroen. Ja, en denk je dan van, oh, dat is lekker, of dat vind ik vies? Wat is een citroen? Als je een citroen zou eten, ja, dat zou wel heel zuur zijn, hè? Wat voor gezicht zou je dan trekken? Maar als ik bijvoorbeeld zeg, een aardbei. Oh, ja, dan weten we al dat het lekker is. Dus luister maar goed. Dan ga je rustig zitten en doe je ogen maar dicht. En je probeert een beetje stil te zijn. En dan mag je je voorstellen dat je een prachtige vlinder bent. En je bent aan het vliegen in een hele grote tuin vol met bloemen. Misschien zie je zelfs wel de kleuren van de bloemen. Ja. En je vliegt omhoog en omlaag en omhoog. En nog hoger de lucht in. En je zweeft als een veertje in de warme zonlicht. Dus het is niet zo'n grauwe dag als vandaag, maar echt mooi warm. En je voelt je heel licht. Zo licht als een vlinder. Heel ontspannen. En je hoort het klappen van je fluweelzachte vleugels. En die brengen je steeds hoger en hoger. En je voelt je heel sterk, vol met kracht. Want dan laat je je op de wind weer heel langzaam en snel naar beneden glijden. En als je zin hebt om te landen, oh, kijk, daar is een hele mooie bloem. En daar mag je zo even op landen. Je gaat heel rustig en stil op de bloem zitten. Je deint wat heen en weer op de wind. Oh, en het ruikt ook zo lekker met al die bloemen. En dat maakt je heel blij en je denkt bij jezelf, oh, wat voel ik me toch vrij en blij. Het is weer tijd om te vliegen. Pijlsnel ga je de blauwe lucht in. En je tolt en je duizelt van blijdschap en je laat je weer omlaag zweven. En dan weer naar een mooie nieuwe bloem en zo vlieg je helemaal door. En dan zie je de mooiste bloem van allemaal. En daar mag je even op gaan landen. En dan blijf je nog even een poosje zitten. Ah, wat voel ik me toch vrij en blij. En dan open je rustig je ogen. En dan voelen we ons vrij en blij. Nou ben ik wel even benieuwd, Melle. Hoe hoog heb jij nou gevlogen? Tot de ruiten. Oh, tot de ruiten. En hoe zag de kleur van jouw bloem er nou uit? Had jouw bloem ook een kleur? Roze. Dat is de kop. En hoe zag jij eruit als vlinder? Ik zag geel en twee paarse. Met twee paarse stippen en er een hartje omheen. Wauw, mooi. En durfde je ook heel hoog te vliegen, Lieke? Ja, ik ben heel erg op de wolken. En dat vond je niet eng? Nee. Nee? Ik wil in de ruimte beleven daarmee. Dus verder dan de wolken nog. Wauw. En heb jij ook zo hoog gevlogen, Tessa? Verder dan de wolken. Of bleef je nog een beetje laag vliegen? Zo laag? Helemaal in de ruimte. Oké, okay, helemaal in de ruimte. Net zoals mij dus. Ja. Had je gewoon nog een andere. En wat vond je ervan, Nico, om de oefening te doen? Ik vond het hartstikke leuk. Want we konden allemaal hele leuke dingen doen. Ja. Zullen we dan nog even zwaaien? Ja. Tot de volgende keer! Tot de volgende keer! Doei! Doei.